Goedemorgen, mijn naam is Rick en ik sta weer klaar voor een lesje Fit at Home. Wat je nodig hebt zijn eigenlijk de spullen rondom je. Ik heb twee emmers klaargezet, daar zitten wat gewichtjes in aan flesjes water. Maar laten we snel gaan beginnen. Ja, we beginnen met marcheren. Gewoon op de plaats. Rustig aan, maar trek wel gelijk die knieën goed omhoog. Armen. Blijf je goed meebewegen. En de armen gaan nu rustig op en neer. We gaan op en neer. Op en neer. Op en neer. Op en neer. Vind je het vervelend om armen en benen gelijk te gebruiken? Blijf je stilstaan en doe je alleen de armen. Gaan we snel. Op en op. 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 En op. 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 Op en op. Nog 8, 7, 6, 5, 4, 3. We gaan langzaam aan met de armen naar voren. Komt ie voor en terug. 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 Snel met die armen. Op. En op, op en op. Kom op, ga door. 6, 5, 4, 3. Gaan we langzaam opzij. Komt ie op en neer. 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 Snel tempo. Op en op. Op en op. Op, op, op en op. Nog 8, 7, 6, 5, 4, 3. Gaan we weer langzaam naar voren. Komt ie aan. Voor en in. En voor en in. En march hem out. En uit en uit. Ik zet even de muziek weer aan. Komt ie aan. Op en neer. Op en neer. Op en neer. Zijwaarts. Komt ie aan. Op en neer. Op en neer. Op en neer. Naar voren. Op en neer. Op. Opzij. Op en neer. Op. Langzaam aan. Om en om. Vier, drie, twee, op tempo. Vier, nog drie, vier, drie, armen op de borst, op de borst. Oké, stoten we langzaam uit naar voren, uit. 5, 6, 7, 8. Voor en terug. Voor en terug. Voor en terug. Voor en terug. Ga door. Nog 3. Nog 2. Zijwaarts. Komt ie aan. Nog 4 keer. 4. 3, 2, voorwaarts, snel, komt ie, 1, en 2, 3, 4, 5, 6, 7, opzij, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, naar voren, 4, 3, 2, opzij, 4, 3, 2, naar voren. En 4 opzij. 2 naar voren. 2 opzij. 2 naar voren. 2 opzij. Gaan we om en om. Voor, zij. Voor, zij.
voor en uit. Voor en uit. Nog 4. Nog 3. Nog 2. Armen mogen los. Komt ie. March en march. March en march. Gaan we om en om uittikken. Komt ie. Tikken en tikken. Tikken, tikken. Tik, tik, tik en tik. Nog 8, 7. Laatste 8 om en om. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 8 keer met rechts. Komt ie. En links. En rechts. 4, 3, 2 en 4 keer links. 4, 3, 2 en 2 maal rechts. 2 maal links. 2 maal rechts. 2 maal links. Om en om. En march hem even uit. Oké. Schud even los. Oké, gaan we beginnen met squatten. Ja? Oké, voeten, zet je schouderbreedte neer. Als je balans nodig hebt, pak dus even een stoel of ga ervoor staan. Of wat misschien nog makkelijker is, doe net of je steeds gaat zitten. Die zal ik even voordoen. Dus ik pak er even een stoel bij. Zo, wat we hierin doen, je doet net steeds of je gaat zitten of je tikt er net aan en je komt weer terug. Rustig aan, komt die zak en terug. En zak, terug. Zakken en terug. Zakken en terug. Zakken en omhoog. We gaan ietsje sneller. Gaan we weer langzaam aan. En denk eraan, hè, als je meer balans nodig hebt, kan je hem ook op deze manier doen. Hou je hem gewoon vast. Of je zelfs voorwaarts vasthouden. Dit is natuurlijk ook goed, hè. Denk daaraan. Hop. Zakken. En als je dit stoel gewoon helemaal niet nodig hebt, armen voor de borst, handen in de zij. Helemaal goed. Armen mee naar voren brengen. En terug. Down en terug of armen gewoon op de knieën en terug, down, terug gaan we snel, down, op, down, op, down, op, down, op, komt ie, hop, down, op, down, op en schud hem even los. Oké, gaan we naar de tweede serie. Die is eigenlijk gewoon hetzelfde. Dus die kan je steeds op dezelfde manier doen. Alleen gaan we nu even wat andere tellingen gebruiken. We beginnen eerst gewoon rustig weer met zakken. Komt ie aan. Zak. En op. Zo. Hou hem onder. 1, 2, 3 en duw hem op. 1, 2, 3, laatste, duw op.
1, 2, 3. Duw hem op. Je voelt hem nu gelijk branden. 1, 2, 3. Duw hem op. Snel. 1, op. Down, op. Down, op. Down, op. Down, en op. Down, op. Down, op. Down, op. Nog 8. Nog 7. Nog 6. Nog 5. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En hou hem onder vast. Eventjes vasthouden. En schud hem even los. Oké. Doen we nog 1 serie. 1 serie. Doen we weer diezelfde squat. Alleen weer net even of een andere telling. We gaan er nu ook een bounce in gooien. We gaan echt heel langzaam naar beneden. Heel langzaam omhoog. En daarna bouncen. Komt ie aan. Heel langzaam. Heel langzaam omhoog. Zak hem. Heel langzaam. En heel langzaam omhoog. Deze pakken we nog 2 maal. Zakken. Heel langzaam naar beneden. Op. Laatste maal. Op. Gaan we steeds 3 onderbouncen. 1, 2, 3 en op. 1, 2, 3 en op. 1, 2, 3 duw op. 1, 2, 3 ga door. 1, 2, 3 en op. En super langzaam. Zak. En zak. Op. Laatste keer super langzaam. Drie bouncen. En op. 1, 2, 3. En op. 1, 2, 3. Nog 3 van deze. 1, 2, 3. Nog 2 maal. 1, 2, 3. Laatste keer. En schud hem los. Oké. Nu hebben we benen gedaan, gaan we voor nu even de schouders doen. We pakken 2 losse gewichtjes. Dit kunnen waterflesjes zijn, dit kunnen dubbeltjes zijn, natuurlijk net wat je thuis hebt. Of je pakt gewoon die emmers, maar deze zijn gewoon wel even het makkelijkst om vast te houden. Deze zijn 1,5 liter, je kan 1 liter pakken. Het is maar net wat je wilt. Oké, let op. We trekken ze naar de borst. Ellebogen blijven boven dus, de handen. Dus we gaan op. Ellebogen trek je hierbij ook goed opzij. Op. 2. Terug. En 2. Op. 2. Terug. En 2. Op. 2. Terug. En 2. Op. 2. Terug ietsje sneller. Op en neer. 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 Nog 8. Nog 7. Nog 6. Nog 5. Nog 4. Nog 3. Nog 2. Armen langs het lichaam, sluit even de voeten aan en je gaat op en neer. 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 Nog 4.
3, 2 en ontspan. Voeten weer ietsje uit elkaar, stevig gaan staan. Handen gaan naar voren en we brengen de armen voorwaarts. Op en down. En op en neer. Op, neer, op, op en down, op en down, op en down. Nog 4, 3, 2, hou hem boven vast. Nu kleintjes. Op, 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 op en ontspan. Voeten sluit je weer aan. En de schouders trek je weer op. En neer. Op 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 en neer, op en neer, op en neer, op en neer. En nog 4 maal. 4, 3, 2 en ontspan. Voeten weer uit elkaar. Armen breng je nu zijwaarts omhoog. Op. En je mag ze voorlangs brengen. Op. Of gewoon naar het lichaam toe. Op. Terug. Op. Nog 3. Nog 2. Laatste maal. En snel. Op. Neer. Op. En neer. Op. En neer, op en neer, op en neer, op en neer, op en neer. Komen er nog 4, nog 4, 3, 2, hou hem boven vast. En op, 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 op en ontspannen. Oké, laatste stukje. En dit is voor degene die de armen niet omhoog kunnen brengen op deze manier. Die brengen hem gewoon weer zijwaarts omhoog. Ja? Degene die het wel kunnen, armen in een hoek van 90 graden. En je duwt hem rustig op en terug. Op, terug. Op, terug, op, terug, op, terug, op, gaan we snel. Probeer hem vol te houden, het zijn er niet zoveel meer. Nu nog 8. Nu nog 8. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. En ontspan. Oké. De flesjes mogen in de emmer. Want nu pakken we de emmers erbij. Volgende oefening is weer voor de benen. Voeten staan in de schouderbreedte. In deze breedte zet je 1 voet groot naar achteren toe. Ja? Deze manier. Kijk, dus met groot naar achter, dat als je zo meteen naar beneden gaat, dat je op die manier naar beneden gaat. Denk daaraan. Voeten staan dus recht. De voorste knie is boven de enkel. Schouders zijn laag. Je hebt gewichtjes in je armen. Heb je ze niet, maakt ook niet uit. Want de oefening is even goed al. Pittig genoeg. Komt die ja. Zak.
Down en op. Down, op. Down en op. Down, op. Down en op. Down, op. Down en op. Down en op. Down en op. Down, op. Down, nog vier keer. Nog vier en op. Nog drie en op. Nog twee en op. En wissel van been. Oké. Andere voet groot naar achter. We beginnen. Rustig aan. Iets sneller. Komt-ie. Nog 8, 7, 6, 5, nog 4, 3, 2, laatste keer en schud even los. Right, deze doen we nog even een paar series achter elkaar. Andere voet weer naar achter. Vind je die emmers vervelend? Leg je ze gewoon neer. Pak je de losse flesjes eruit en hou je die in je handen. Of je kan ook één emmer voor jezelf vasthouden op deze manier. Ja, dit zou ook gewoon kunnen. Maar je kan ook gewoon de emmers neerzetten en niets. Ja, handen voor de borst. En wissel been. Pak een beet. En down en op. Down. Op. Down. Op. Down. Op. Down. Op. Ga door. Ook al voel je hem branden, probeer hem dan nog even goed eventjes vol te houden. Op. Down. Op. Nog 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en ontspan. En je weet het, hè? Hoe breder mijn glimlach, hoe meer pijn het doet. Ja. Oké. Nog één serie. Eén serie. Dan gaan we 3 bouncen. Onder. Komt ie. Ja, je gaat. 1, 2, 3 en op. 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 1, 2, 3. Nog 2 van deze. 2. Laatste keer. 1, 2. Wissel gelijk van been. 1, 2, 3 en op. 1, 2, 3 en op. 1, 2, 3 en op. 1, 2, komen er nog 4. Nu nog 3. Kom op, hou vol, hij is te overzien nog. De allerlaatste. 1, 2 en ontspan. Oké, schud die benen goed los. Emmers mogen weer naar de zijkant. Oké, gaan we naar de triceps. Daar mag je wel de stoel voor bij gebruiken. Want je hebt dat flesje water weer nodig. Je zet 1 knie op de step. Wat je ook kan doen, is gewoon voorover leunen. Elleboog in de taille. En breng hem dan naar achter. Komt hij aan. Op en neer. 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 Hou vol. Op en neer. Op neer. Op en neer. Op en neer.
Laatste 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. En ontspan. Andere kant. Voorover. Wel die buik aanspannen. Rug recht houden. Elleboog in de taille. Gaat mooi. Probeer die arm wel te strekken. Hè? Zet kracht en los. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En ontspan. Oké. Deze mag je door blijven doen. Dat je nu even de andere kant pakt. Maar je mag ook komen zitten. Met twee gewichtjes in de nek. Ja? En we brengen ze dan omhoog langs de oren gestrekt. Kan je je armen niet omhoog brengen vanwege schouderproblemen? Pak die van daarnet dan nog even een keertje. Ik pak 2 keer 16. Ja? Nog 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en ontspan. Voor degene die het gewoon zo achterover deed, die wisselen nu van arm. Gaan we, komt die op en nog 8, 8, 7, 6, 5, nog 4, 3, 2 en ontspan. Right, gaan we naar het laatste stukje. En deze week gaan we bij de buikspieren steeds de planken pakken. Ja. Dus je kan het op je mat, op een matje doen, thuis op een kleed. Je kan het ook gewoon op de grond doen. Ellebogen zet je neer. Op deze manier. Benen strek je uit, leun op de tenen, rug is recht. En we beginnen met 1 volle minuut. Blijf hierin wel rustig ademhalen. We doen het vandaag 3 keer. Eerste minuut. Dan 45 seconden en dan nog een halve minuut. Wordt het te zwaar, zet dan 1 knie neer. Denk je van nu gaat hij wel weer, zet je hem er gelijk weer bij. Daarna kan je je andere knie pakken. Maar probeer hem gewoon vol te houden in het plankgeheel. Nog 15 seconden en dan heb je de eerste minuut al gehad. Nog 5, 4, 3, 2, 1 en ontspan. Right. Nou, dat viel mee toch? Nou, volgende setje is 45 seconden. Nou, die gaat dan zeker lukken als deze ook gelukt is. Ja, oké. Gaan we weer ellebogen neerzetten. Benen strek je uit en hou hem vast. Nou, we hebben al 15 seconden gehad. Dus een derde is al voorbij.
Dus je ziet, het gaat sneller dan dat je denkt. Blijf hem volhouden. Nog 15 seconden. En denk eraan, hè, de ademhaling is hierin het belangrijkst. En ontspan. Nou, hoe lekker was deze? Nou, en nu het lachertje gewoon, nu nog een halve minuut. Nou, die is heel goed vol te houden. Dus die pakken we gelijk weer even. Ellebogen zet je neer en zet hem vast. 30 seconden maar. Dat is de helft van watgene wat we bij de eerste deden. Dus deze is goed te doen. Blijf rustig ademhalen. Wordt het toch wat zwaar, mag je 1 of 2 knieën neerzetten, maar hou die rug recht en buik aangespannen. Blijf hem goed volhouden. En ontspan. Nou, dat viel mee toch? Oké, mag je even alles rustig losschudden? En gaan we even een stukje stretchen. Trek 1 hiel naar de kont. Knieën zijn naast elkaar. Billen knijp je aan. Als je geen balans hebt, pak gewoon die stoel. Schud los. Andere been. Knieën naast elkaar. En schud los. 1 arm voorlangs. Dus je brengt die arm voorlangs, hand op de elleboog en trek hem aan. Houd die schouder wel laag. Andere arm voorlangs, hand tegen de elleboog aan en trek hem naar je toe. Eén arm in de nek. Andere arm in de nek. Armen voorwaarts, schouders rond, kin op de borst. Adem in, armen hoog. En schud en wring jezelf volledig los. Nou, dames en heren, mijn complimenten. Dit was weer een heel goed begin van de dag. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. Het weer wordt wel steeds beter, maar nog steeds blijf thuis, blijf binnen en ga alleen voor de noodzakelijke dingen naar buiten. Blijf gezond en dan hoe vaker en hoe beter we dit doen, hoe sneller we dus weer de school in kunnen en dat ik jullie hier weer kunnen ontvangen. Ja, hey, fijne dag nog verder en tot snel!